Allereerst geloof ik heel erg zelf in de missie van Right to Play. Om kinderen door middel van sport en spel te laten leren en zichzelf te laten ontwikkelen. Wij zijn in 2000 opgericht door de oud-schaatser Johan Olaf Kos in Canada. Waar ook nog steeds ons hoofdkantoor is en waar Johan ook nog steeds de dagelijkse leiding over dit kantoor heeft. In 1994 was hij verbonden aan Olympic Aid, het goede doel van de Olympische Spelen. En hij is toen op een gegeven moment ook naar een project geweest in Eritrea. En daar zag hij eigenlijk de verwoesting van oorlog en de verslagenheid van die kinderen die daar tussen de wrakstukken en tussen de tanks aan het spelen waren. Martelaren zijn daar echt de rolmodellen voor deze kinderen. En wij zijn heel erg gewend om sportsterren als onze rolmodellen te hebben, als onze helden. Johan is teruggegaan naar Eritrea met allerlei sportartikelen. Wat de president ook van Eritrea zei, we worden eindelijk gezien als meer dan alleen maar mensen die in leven gehouden moeten worden. We worden echt gezien als mens die ook recht heeft om te sporten en om te spelen. En om zichzelf te ontwikkelen en te leren. Ja, dat werd als een heel groot cadeau en iets heel moois beschouwd. Momenteel bereiken wij wekelijks basis meer dan 1 miljoen kinderen in onze sport- en spelprogramma's wereldwijd. En het idee is ook, en het doel is in 2018 van 1 naar 2 miljoen kinderen te gaan. Dus dat is een flinke ambitie, dus dat is natuurlijk fantastisch om mee te werken. We hebben 3 pijlers waar we ons op richten, zoals gezondheid, onderwijs en vreedzaam samenleven. Een activiteit van Right to Play pakken we altijd heel gestructureerd aan. We starten altijd met kinderen bijeenkomen, dat er een uitleg is over het spel wat we gaan doen. Dat er ook een warming-up is. Dan spelen we het spel en daarna komen we wederom weer bij elkaar om te vragen van wat heb je nou geleerd? Dat kinderen de kans krijgen om te delen, maar dat ze ook kunnen kijken van ja, in het dagelijks leven kom ik wel eens problemen tegen die ik hier ook eigenlijk wel mee kan oplossen met deze vaardigheden vanuit dit spel. Een coach is eigenlijk onmisbaar voor al het werk van wat Right to Play doet. Right to Play leidt ook deze coaches op. Zij zijn echt een spil van de organisatie wat dat betreft. Hele tastbare resultaten zijn bijvoorbeeld het gebruik van malaria-netten. Kinderen in onze programma's, zeg even uit mijn hoofd, 84% van de kinderen weten dat ze onder een malaria-net moeten slapen om zichzelf te beschermen tegen de malaria-mug. En dat staat tegenover echt van ongeveer iets minder dan 30% die niet in ons programma zitten. Dus dat is een groot verschil. Voor ons natuurlijk als kantoor heb je natuurlijk overheadskosten, maar die proberen we gewoon echt zo laag mogelijk te houden, zodat we zoveel mogelijk geld naar onze projecten kunnen brengen. En in 2013 was ik eigenlijk van mening dat wij op dat moment te veel geld kwijt waren aan onze printkosten. Toen ben ik in contact gekomen met Extended. En toen zijn we gaan kijken naar een oplossing voor ons kantoor hier in Den Haag. We hebben vergaderingen waarbij we waar notulen nodig hebben, een agenda nodig hebben en die ook gewoon uitgeprint moet worden. Ook als we bijvoorbeeld een evenement hebben, hebben we ook wel eens hebben we mooie formulieren nodig waarop mensen een donatie kunnen doen. En dat zijn ook zaken waarvoor we eigenlijk de printer hier op kantoor gebruiken. En het mooie van Extended vind ik ook inderdaad dat ze naar het verhaal kijken van ons en waarom het voor ons zo belangrijk is om die kosten laag te houden.